We zijn op dit moment bezig met het vervangen van de lange brug en de naastgelegen fietsbrug. We zijn op dit moment is de fietsbrug al verwijderd en wordt opnieuw aangelegd. Het wordt een houten fietsbrug. En als deze gereed is, zal de autobrug verwijderd worden. Die wordt dan gesloopt en vervangen door een compleet nieuwe brug. De brug bleek in niet zulke goede conditie te zijn dat reparatie en herstel mogelijk was. Dus er is besloten om de brug volledig te vervangen. Automobilisten moeten helaas om. We moeten helaas een periode de tijd hebben om de autobrug te vervangen. En daarvoor is een omleidingsroute ingesteld. En het is vervelend, maar we moeten helaas de brug op deze manier vervangen. Voor de bus betekent is er ook een omleidingsroute. En de ambulances hebben en andere hulpdiensten hebben afspraken meegemaakt. De ambulance kan over de brug. Bij calamiteit, die kan hier over het fietspad. En dat is met nadruk calamiteit, dus bij blauwe sirene het zwaailicht. De overige hulpdiensten zijn afspraken meegemaakt zodanig dat de hulpdiensten overal bij kunnen komen en de veiligheid gewaarborgd blijft. Scheepvaartverkeer kan er ook niet door tot 28 maart. Dat is dus iets eerder dan dat de brug open gaat voor het wegverkeer. Maar wij moeten een aantal werkzaamheden vanaf het water verrichten. En om de veiligheid te borgen hebben we hem voor verkeer afgesloten. Men is nu bijvoorbeeld bezig met het aanleggen van brugdekken en dergelijke. Daar worden veel handmatig zaken vastgeboord en dergelijke. Ja, het is toch vervelend als iemand net onder de brug vaart en er een plank vanaf valt. Dus om de veiligheid te borgen zorgen we dat de vaarweg gestremd is totdat hij weer open kan. Wij streven nu naar dat de brug gereed is op eind mei, 21 mei om precies te zijn. Natuurlijk moeten we nog een winter door, maar dat is wel het streefmoment op dit moment. Het betekent voor de mensen van dit park, want daar praten we over, het park De Watertuin, achter mij, dat ze 7 kilometer moeten omrijden. Als ze tenminste met de auto gaan en niet op de fiets, want dat is zoals we zien nog goed bereikbaar. Het betekent dus dat je meer tijd moet uittrekken en de mensen die met de bus vanuit dit terrein naar het station wilden of elders, die moeten nu naar elders, want die busverbinding die is op dit moment stilgelegd. Dus het kost de mensen toch behoorlijk wat meer tijd. Positief is dat de tijd dat mensen nu niet veel reizen ons wel een beetje helpt. Staat wel tegenover dat we nog, als we het goed begrepen hebben, tot mei volgend jaar moeten wachten totdat deze brug vervangen is. En dat vinden we wel erg lang. Dus op dit moment gaat het prima. Hoe het op de komende maanden zal gaan, dat moeten we nog afwachten. Ik heb even voordat ik hier naartoe ging, nog even rondgevraagd van wat ondervinden deze mensen aan hinder. Wij allemaal aan hinder. Je moet wel weten dat dit een park is waar zowel recreanten als permanente bewoners zijn. De recreanten zullen er wat minder last van hebben, maar de mensen die hier permanent wonen, ja, die ondervinden daar natuurlijk de meeste consequenties van.